Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is Hemelvaartdag, dus het is donderdag. En ik begin vandaag alvast met vloggen, want het is een vrijdag voor ons allen. En wij gaan vandaag naar het Bier en Appelsap Festival. Voor mensen die in Utrecht of de omgeving wonen, die kennen het waarschijnlijk wel. De site van Bier en Appelsap geeft allemaal leuke tips voor uitjes met kinderen. En ook elk weekend zeg maar de leuke weekendtips. Dus van, oh, er zijn geitjes geboren bij de Geertjeshoeve, ga daarheen. Of nou, weet ik veel wat. En nu is het Bier en Appelsap Festival. Vorig jaar was dat ook. Toen was het echt bloedheet. En toen zijn wij, nou, toen dachten we, het was wel leuk om heen te gaan. Dat was toen bij Lage Vuurse. En toen was het echt mega druk en niet genoeg voorzieningen. En toen hebben ze ook gezegd van, ja, we hadden het een beetje onderschat, zeg maar, hoe druk het zou worden. Dus daarom hebben ze dit jaar gedaan dat je van tevoren een kaartje moet kopen. En dan hoef je daar binnen alleen nog maar eten en drinken te betalen. Gewoon omdat ze dan een beetje beter kunnen inschatten hoeveel voorzieningen ze moeten hebben. Hoeveel toiletten, hoeveel... Er was toen, geloof ik, waren er maar echt heel weinig barjes. Dus ja, bier en appelsap, die moest heel lang in de rij staan voor een biertje of een appelsapje. En te weinig, weet je, was gewoon allemaal net te klein. En dat is ook logisch, want wisten zij veel dat het zo'n succes zou worden. Nou, lag natuurlijk ook aan het briljante weer. Maar dit jaar moest je een kaartje kopen, dus we hebben een kaartje gekocht. En we wilden eerst, dachten we, gaan 's ochtends, want... Nou ja, weet je, dan kan Niels gewoon lekker daar ravotten en dan gaat hij gewoon hier slapen en dat is prima. Maar vanmorgen heeft het geregend. Het festivalterrein ging pas om 11 uur open. Dus dan, ja, Niels gaat meestal rond 1:30 naar bed. Dus dat is dan een beetje krap. Dus dan kan je wel iets later naar bed doen. Zeker als hij zoiets leuks aan het doen is, is dat prima. Maar de kans dat hij dan onderweg terug in slaap valt is vrij aanwezig. Dat is ook niet handig. Dus we hebben nu toch bedacht om 's middags te gaan. Want vanmiddag schijnt de zon. Sven is nu lekker met hem buiten. Zodat ik even mijn zwangerschapsupdate kon opnemen. En dan gaan we... gaat hij gewoon op tijd naar bed. En dan gaan we daarna lekker die kant op. Dus heel veel zin in. Ik denk dat het voor hem ook nu... Hij is natuurlijk nu ruim 2. Bijna 2,5 alweer. Dus ik denk dat het voor hem nu ook leuker is. Want vorig jaar was hij nog voor heel veel dingen nog net te klein. Vond hij het ook al fantastisch overigens. Maar ik denk dat hij voor nu... Zit er ook gewoon heel veel activiteiten waar hij aan mee kan doen en zo. Dus dat wordt heel leuk. Verder dit weekend niet zoveel. Ik zou morgen even met een collegaatje afspreken, maar ik denk niet dat dat doorgaat. Dus ik moet even kijken wat ik dan verder... heb ik dan niet zo heel veel plannen. Zondag is natuurlijk moederdag. Ik hoop heel erg dat Sven er dit jaar aan heeft gedacht. Oh, daar gaat de bel. Zullen ze zijn? Dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn. Hallo? En mijn broertje komt op moederdag even langs, dus dat is heel gezellig. En ja, verder hebben we niet zoveel dit weekend. Dus ik neem jullie weer mee. Ook even met deze chaos nog opruimen. En ja, laten we maar gewoon lekker beginnen met het weekend. Lang weekend, yes! En hierna hoef ik nog maar 11 dagen te werken. What? Hier zijn we gaan de zweefmolen in. Dit is fantastisch. We zitten dus het Bier en Appelsap Festival. We hebben nu een loopfietsparcours. En van alles. Mijn auto is weer dit jurkje en mijn boots. Ja, ga er maar even af. Nou, nu zijn we allemaal te wachten tot ze het heuveltje over kunnen. Spectaculair. Wij lopen terug vanaf het festival. En je kon gelukkig uit aan de kant van de botanische tuinen, maar daar kon je er dus niet in. Moest je heel ver lopen. Maar gelukkig zag een of ander soort festivalbusje zag ons. En die heeft ons gebracht. Of een soort busje, dat was een soort mega golfcar. Nou, Niels vond het fantastisch, maar ik was ook heel blij, want het was echt best een ver lopen. En met die buik van mij is dat niet zo'n hit. Maar het festival was weer heel leuk. Nu is wel een beetje in de fase dat hij echt boos kan worden als iets niet mag. Dat is dan weer een beetje jammer. Maar hij vond het fantastisch met fietsjes en voetballen en schilderen. En
alles. En hij vindt altijd die mascottedieren leuk. Dus al die, nou ja, beren en dat soort dingen. Mensen in een berenpak en zo, dat vindt hij fantastisch. Nu was er een of andere aap. Nou, daar kon hij gewoon, wilde hij niet meer weg. Dus hij is dan ook de enige die ook echt helemaal wil knuffelen en doen met dat beest. Nou ja, fantastisch. Dus ik vroeg ook wat hij het leukst vond. De aap. Dus nou, wij gaan weer naar huis, ik ben moe. Hetzelfde, ja. Ja. Cheers. Dus wat hebben ze haaienpak aan? Dit is een haai, hè? Ja, dat is een haai. Ik kan een mooie haai. En haai maar de wijn. En ik kan wel lang met de doden en de wijn deze dag. Wij hebben net gegeten. En het is nu bijna 7:50. Dus Niels gaat zo naar bed. Even opruimen. Yoghurt eten en dan gaan ze naar bed. En dan plof ik neer en doe ik niks meer. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik ben even de mascara van mijn ogen af aan het halen. Tenminste, anders een groot stuk wat geen wimper is. Ik heb heel erg keelpijn. Ik voel me ook niet helemaal lekker. Maar goed, het maakt niet uit. Helaas is Sven niet vrij vandaag. Dat is nou jammer. Maar mijn moeder komt. Want ja, ik mag nog steeds niks alleen. Ik heb dus ook een beetje pijn rond mijn navel. Een soort schuine streep naar beneden. Het doet echt een beetje zeer. Ik weet niet wat. Nou, het is alsof het gescheurd. Ja, nee, dus vandaag. Ik wil zo even met Nils weten vandaag mijn moeder komt. Maar ik wil zo even met Niels naar Kruidvat. Ik moest daar wat hebben, maar dat weet ik al niet meer. Maar ik wilde in ieder geval ook even kijken. We hebben van dat Play-Doh klei. Heel veel dingen zijn pas vanaf 3 jaar. Maar nou zit ik er bij klei altijd bij. Ik laat hem nooit alleen kleien. Dus ik dacht nou. En ik merk gewoon dat hij het heel leuk vindt om met vormjes en dat soort dingen te doen. Dus nu gebruik ik taarten van die koekvormpjes. Maar ik dacht, volgens mij hebben ze bij de Kruidvat altijd wel van die Play-Doh dingen. En die zit hier in de buurt, dus ik dacht dan ook even langs de Kruidvat. Ga ik daar even voor kijken. Wij gaan even lekker lunchen. Niels heeft toch een lekker broodje uitgezocht. Met smeerworst. En dan ben ik eten. Liefde en passie. Kabet! Een van de weinige dingen die ik nog nieuws kan doen, ja. Zijn zittende dingen. Dus we gaan kleien. Ik heb dit pakketje gekocht van Pedro. Hij is voorlezen zitten. Ja, dat soort dingen. Even openmaken. Minions. Aan. Oh, er zit nog een plakkertje. Ja. Mag je openmaken? Ja, dat mag je openmaken. Lukt dat? Moet ik even helpen? Zie je dat? En dan moet je er weer een nieuw balletje in doen. Dan moet je weer omhoog doen. Leg maar een klein balletje op. Goed zo. Oh. Ja, zo. Ja, zo is goed. Niet te hard drukken. Zo. Nou, zet hem er maar weer op. En duwen. Wauw. Heeft hij haren. Ja. Hier is ook al een blokje. Die kan je er ook al in doen. Maar dat is niet. Oh, maar een andere dan. Ik ga even snijden. Ja, even snijden. Daar komt de slang. Daar komt de slang. Goed hoor. We zaten even op het terras, maar ik vergat te filmen. Het is inmiddels alweer avond en ik zit op de bank in mijn huispak. Mijn haar heel charmant. Sven is even wat drinken. En nou, dat is ook volgende week een feestje van zijn werk. Hij zei, ja, je mag mee hè. Oké, ik zit redelijk in mijn dichtcontactgestoorde kokonnetje at this moment in my life. Dus ja, nee, ik dacht dat het niet helemaal nu helemaal leuk was voor jou, maar hè, dan heb ik het in ieder geval gevraagd. Maar goed, dat is een beetje de situatie. Voor iedereen die een keer zwanger is geweest, die weet ook wel dat je het laatste trimester gaan een beetje die luiken dicht en ben je een beetje
je bent er wel, maar je bent er niet, zeg maar. Nou, dat. En dan ook nog, ja, met zo'n toeter staan is ook niet heel comfortabel meer. En dan niet kunnen drinken. Nou ja, weet je. Ik sla gewoon even lekker over. Maar goed, hij is nu even met een vriend wat drinken. Gewoon bij hem thuis. Bij die vriend thuis dan, natuurlijk aan. Ja, ik heb echt nul energie vandaag. Ik was heel fijn. Mama was er het grootste gedeelte van de dag. Dat was heel fijn. Ik heb lekker op het terrasje gezeten met Niels. En een beetje gerommeld. Dus dat was heel fijn. En mama is zo lief geweest om te stofzuigen en te dweilen. Dus echt priceless. Echt zo fijn. En nu probeer ik nog wel even wakker te blijven. Want als ik te vroeg ga slapen, word ik echt voor het klikken van de dag wakker. Dat is ook niet zo heel handig. Dus ik probeer nog even wakker te blijven. En dan zie ik jullie morgen. Goedemorgen, het is zaterdag en wij zijn aangekleed en wel. En we gaan zo naar de vuilstort en de IKEA. En als je zoon zegt, mama, een mooie broek heb je aan. Het is weliswaar geen broek, maar toch. Dan moet je even je outfit filmen, dus dat ga ik eventjes doen. Ik heb een probeerseltje aan. Dit is een shirtje van, ik weet niet wat, die bestelde ik volgens mij via Zalando. En dit is een rokje van Salvarius, dus niet een zwangerschapsrokje. Maar ik draag hem natuurlijk wel zo. Gewoon in een M'tje in plaats van een S. Nou, dus dit is mijn outfit. En Niels vond dit heel mooi. Dus dat that makes my day. Dan gaan we er vandoor. Ik ben nog een beetje verkouden, je hoort ook aan mijn stem. Maar goed, we gaan ervoor. Hé, Mientje. Ja, Niels is een spook. Hij heeft mij te pakken. Oh nee. Oh nee. We zijn in IKEA. We hebben even de plank teruggebracht die beschadigd waren. We hebben al het karton al weggebracht. En nu gaan we de IKEA in. En dan? Niels is letterlijk. We willen even een nachtkastje voor Niels halen. Nou, die plank die kapot waren. Een lampje voor de babykamer. Gaat het. Er wordt even voorgelezen op bed. Je ziet dat je Zweeds komt. Ja, blijkbaar. Mama gaat te komen in de centrum van de wand. Terwijl zij aan het spelen zijn, heb ik even snel stiekem de treinset gehaald. Dit is de zo'n treinset, zo'n houten trein. Ja, dat willen we als cadeau van zijn zusje aan hem geven. Als zij geboren wordt, dan krijgt hij dat. Dan moet ik het geniep meenemen. Nou, wij hebben inkoop gedaan. En nu mag Niels een ijsje. Met spikkels. Ik zag bij Divor Dessel een leuk idee voor Moederdag. Ik heb zelf theezakjes gemaakt met daaraan boodschappen. Dan hang ik dit er zo meteen nog aan. Groene thee voor de liefste mama. Dit zijn dus de theezakjes. Met allemaal dingetjes erop. Gezellig thee kunnen drinken. Gezellig tasjes pakken. Altijd voor me klaar staat. Nou, dat soort dingen. Dat zit hier allemaal in. Deze doe ik er even op. En dan hang ik hier aan. En dan heb ik naast haar bon voor Intratuin nog een cadeautje. Want ze wil dan bon voor Intratuin, dat is natuurlijk prima, maar dat is niet heel spectaculair om te geven. Maar dat maakt niet uit, want ik snap het. Dus, dit is een beetje een zooi trouwens, want ik was ondertussen viel Niels zijn kussenkast uit elkaar. Maar ik had bedacht, nou, nu heb ik genoeg eigen kastruimte, dus ik ga dat lekker daarin leggen. Dus dat ben ik ondertussen aan het leegruimen. En maar dan heb ik dus zeg maar naast het gewone de bon, zeg maar, die ik samen mijn broertje geef, heb ik nog een personal gift gemaakt. Als je wil zien hoe je het moet doen, super simpel. Kijk even bij die voor Dessels, dat is sowieso allemaal leuke ideetjes. Dus check haar video vooral even. Nou, even nog wat we bij de IKEA kochten. Naast een nachtkastje voor Niels, de Cullen heet die geloof ik. En een plank voor in de kast hebben we deze lampenkap, de Jera of zoiets.
En ik zal zo de voet laten zien. En dit gaan we hier. Dit is een lijst waar je fotolijstjes in kan zetten. En daar wil ik dus deze fotolijstjes in gaan zetten. Deze al gevuld, de rest natuurlijk nog niet. En die wil ik dan hier boven de commode hangen. Dan twee van die laden inzetten. Dus cup, omdat ik natuurlijk nu zeg maar zowel voor Niels als voor haar doe. Dit is van het IKEA stoeltje. Maar ze hebben nu nieuwe hoesen. Niet meer die clowns hoesen. Daar ben ik heel blij mee. Niet met het rood en blauw, maar gewoon mooi grijs met wit en dan een beetje geel accentje. Dus ik dacht, die koop ik alvast. Dit lampje. Dat komt dus daar ergens. Daar. Heb ik hier, die ga ik zo even in elkaar zetten. Dan zal ik hem laten zien. De poot van de lampenkap. Dit is de rot en dan in de messingkleur. Dus een beetje goud. Weer een nieuwe geurkaars. Want er was één op. Dus heb ik weer een nieuwe voor als de volgende opgaat. Deze selecting dozen voor in Nielse kast. Vier ervan. En dit is dus wat ik stiekem mee probeerde te sneaken. Dat mag Niels niet zien, maar dit is dus een treinzetje. Dat krijgt hij van zijn zusje. Lilabo. Dus dat ga ik even verstoppen. Nou, Niels heeft nu zijn nachtkastje. Helemaal goed. Er zitten boekjes in. Daar is daar een boek in bed. En dan in die bovenkasten. Of ik het kan laten zien. Ah, daar hebben we nu een plank en van die bakken. En in die ook. En ik heb hier al wat spullen van hem neergezet. Maar hier heb ik nu alle kleurspullen en stickers en zo ingedaan. Dat viel ook maar heel uit onze kast. En hier staat dan nog speelgoed. Wat een beetje af is. Of bijvoorbeeld klei en zo. En hier staat nu de lamp. Ja, het is verder natuurlijk nog een beetje rotzooi. Maar we zullen eens kijken of die het doet. Oeh, past er niet meer door. We hebben hier nu even het wiegje staan. Dat gaat natuurlijk naar de slaapkamer. Even kijken. Oh, dat moet hier. Ja. Nou. Sfeer. Ja, het is natuurlijk nog helemaal niet af, maar ik ben er al heel blij mee. Ik zei, ik ben echt mega moe. Maar ik zei tegen Sven, laten we toch maar even proberen nog naar buiten te gaan. Want misschien dat ik daarvan opknap, want ik voel me nu echt... En Niels is ook niet echt op een dag dat hij erg luistert. Maar goed, ik zou toch zeggen, ja weet je, in principe... Nou, die IKEA vindt hij ook leuk, maar het is natuurlijk niet hetzelfde als lekker buiten in een speeltuin afvot. Dus ja, we moeten gewoon nog even lekker met hem naar buiten. De mannen zijn even aan het voetballen, terwijl ik even zit. Hoop wakker te worden. Ik heb mezelf net nuttig gemaakt door een valplan te schrijven. Tenminste, een formulier in te vullen met wat ik wil en zo. Ik wil niet zoveel. Ik wil gewoon bevallen. Maar, en liever zonder pijnbestrijding, eigenlijk net als vorige keer. En nu gaan we lekker zo eten. We zijn alweer wat uurtjes verder. Ik heb lekker met Niels gebadderd. Ja, voor jou. Kijk eens, voor moederdag. Heb je het gemaakt? Nou, ik ga het even uitpakken. Ja, maar. Kijk eens, wat een feestje. Nou, ik voel me wel een oppermama hoor. Koud. Dit heb ik gekregen. En Niels heeft een hele mooie theemok van mij gemaakt. Geverfd. Met thee erin. Best wel bizar eigenlijk dat ik natuurlijk ook met thee voor mama heb gemaakt. Uithalen. Wat zeg je? Ga die uithalen. Ja, die ga ik er wel uithalen voordat ik de thee erin doe, ja. Dat is heel mooi, hè? Ja. Heel mooi gemaakt. Goedemorgen. Het is dus moederdag zoals je net zag en ik ben verwend door mijn mannen. En we zijn aan het hijgen, want we lopen nu naar de bioscoop. Alleen het is wel eens een beetje de tijd vergeten. Dus die had niet echt door. Ik zei, ja, ik moet echt op tijd weg, want ik loop niet meer zo snel.
Oh, dankjewel lieverd. Niels van Bessenzel. Ja, hier zo is mijn handje. Dankjewel schatje. Want we gaan nu naar de film. Waar gaan we heen, Niels? Ja, dat heb je goed gedacht. De buurman en buurman film. Even rennen wat regent. Ja, mama kan niet zo hard. Kan niet zo hard meer lopen. Onze buurman gaat ook naar buurman en buurman denken. Hier, hier, over. Ja. En die naar de dus ja, dat gaan we doen. Het is pauze in de bioscoop en Niels die loopt daar de trap af. Want die gaat even met alle kindjes rennen en rennen. Er zit hier dus echt bijna helemaal niemand. Maar er draaien best wel veel kinderfilms nu. En hij heeft dus... Oma heeft het ooit voor hem geraakt, buurman en buurman. Dus die heeft hij bij zich, zit hij het mee op schoot. Ik zal even een spring tussen, dat is fantastisch. Ik heb een bakkie. Ik heb een smoothie. En ze zit er gewoon een beetje te lezen. Hier is een bakje koffie. Nou, daar zit hij ook met zijn bakje koffie. Kinderkoffie. Ook nog gekookte melk. Een beetje koud eroverheen. Soms doen ze het ook meer. Nou, ik heb niet echt meer gefilmd, maar na de film en zo is hij nog lekker naar bed gegaan. Ik moest hem zelfs wakker maken, dus hij had het even nodig, denk ik. En zo meteen komen mijn broertje en zijn vriendinnetje. En misschien komt mama ook nog even langs. Het is tenslotte moederdag. Dus ja. Nu iedereen weer weg is, gaan we even kleien. Dus een tip, als je zwanger bent en je kan niet meer zoveel, ga kleien met je kind. Want dat kan altijd. Hij maakt eerst even een kapseltje van. Dat mag niet. Ik bedacht me ineens dat ik het volgens mij nog helemaal niet gefilmd heb. En dit zijn dus de commode bakjes. Met hier rompertjes van Niels. Korte mouw, lange mouw en een geetmouw. Hier zijn allemaal hydrofielen. Nielse luiers versus... En dan hier nog washandjes. Dit zijn al sokjes voor de baby. Maar dan dit zijn nog, ja, deze zijn wel klein, maar de rest is allemaal groter. En laten ze nu nog even gaan omruilen voor de kleinste maat. Maar dit is zeg maar oude sokken van Niels. Spuugdoekjes. Hier zitten nog wat aankleedkussenhoezen. En dan komen hier natuurlijk haar rompertjes en zo nog in. Moet ik eerst allemaal wassen, hè? Dus ja. Deze gaan we ophangen. Nou, die komen dus in 3 lijsten hier. Ik ga zo even kijken voor foto's. Of posters bedoel ik. Ja. En dan ga ik bij deze ook de... Oh, sorry, dat is het opzetten dan doen. En dan ga ik bij deze ook de vlog afsluiten voor deze week. Ik heb voor mijn gevoel niet heel veel gevlogd. Volgend weekend weet ik eigenlijk niet zo goed wat er gaat gebeuren. Maar ik neem jullie gewoon weer mee. En dan zie ik jullie heel graag weer bij een nieuwe vlog. Op het glas van de koffie sluit ik bij deze af. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Doeg!